Zeg jij het of zeg ik het? Ja, natuurlijk. Volgens babymeisje nog leuk. Ik wil niet huilen. Dat was voor mij een soort van knop. Dan moet ik gewoon geconfronteerd worden met de gevolgen. De Bellega's, familievloggers. We zitten lekker aan ons ontbijt en kijk vandaag weer gezellig mee. Nee. En daar zijn onze Pepjes. Goedemorgen, Woezel en Pip. Lekker ontbijten. Hé. Hey. Luan, oh, heb jij even een lekker ontbijtje? Papje. Als nou papje. Ja. Zo, nou Silla, Barbie mee naar schooltje. Hop naar school. Luan, Silla, hey, veel plezier op school, hè. Ja. Dag Silla, veel plezier. Veel plezier met Barbie, hè. Tot straks. Kom maar, prinsesje. Goedemorgen. Daar gaan we weer. Zo, Silla, geef je aan juf. Ga je weer goed helpen met de kindjes? Tot 2:30, hè? Mm. Kijk eens. Ja, hi, hè? Jee, wat heb je aan? Hier is een mooie jurk. Mooie jurk. En gisteren is op ballet geweest, juf. Ben je naar ballet geweest? Naar ballet, hè, Silla? Oh. Had je toen ook een jurkje aan? Ja, in de roze. Oh, mooi. Nou, tot straks. Doei. En we zijn weer thuis. We laten nog even de pipjes uit. Mami, die jeboesje. Ja, even omdoen. Kom hier, Woes. Nou, gaan we nog even lekker jullie uitlaten. En dan gaat papa maar te werken. De kindjes naar school gebracht. Ja. Nou, brengen we jullie nog even lekker naar buiten. Kom maar. Wij zijn klaar met werken. Wij gaan nu Lucilla ophalen. En weer eindelijk het hartje luisteren, jongens, van de baby. Oh, kom, schatje. We gaan onze Lucilla ophalen. Dat gedaan. Je Lucilla. 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 Ga eens kijken. Ik heb zelf nog niet gezien, hè. Heb jij in de spiegel gekeken? Wow. Echt heel mooi, hoor. Heel mooi. Daar ben ik jaloers op. Ja. Hey, Lucilla. Wow. We gaan babyhartje luisteren, hè. Daarom hebben we je wat eerder opgehaald. Mooi, joh. Heel mooi. Heb je het zelf ook al gezien, hè? Nee, ik kan het niet zien zo. Nee. Moet je zo even in de spiegel. In de vlog zie je het vanavond. Maken moet ik ook al wel doen. Nee, ja, legjes, maar ik kan het niet zo goed. Mami? Doe de schoentjes in de jasje maar aan. En Lucilla, kijk eens in de spiegel. Oh, wat een mooie gevlochte haartjes. Mooi, hè? Mooi, mooi, mooi. Dat heb je vast goed gedaan. Heel mooi. Nou. Ja, mooi, hè? Naar de verloskundige praktijk. Nou, Lucilla, in je nieuwe prinsessenstoel. Mama geeft jou zo'n spiegeltje. Hé, hey, Lucilla. Zo. Kijk jongens, Lucilla heeft een groter stoeltje. Want hier pas je beter in, hè? Je zat een beetje met de beentjes tegen papa aan. Het grote zusjesstoeltje, hè? Ja. En dan kan het babystoeltje hier tussenin komen. En daar zit Lua. Nou, gauw naar baby. Ja. Hé, hey, Lucilla, vind je het leuk dat we jou even eerder ophalen? Ga je even mee, babyhartje, luisteren. Nee, hier is het. Op naar de verloskundige praktijk. Ja, wij zitten weer in de auto. Op weg naar de verloskundige. Het is al een hele tijd geleden dat we bij de verloskundige zijn geweest. Het hartje hebben horen luisteren, want de vakantie heeft ertussen gezeten. En toen konden we een keertje niet. En nu hebben we eigenlijk een tijd dat eigenlijk Luan niet mee kan, helaas. Maar goed, het kon gewoon niet anders, anders zou het nog langer duren. Dus vandaar dat we eerst even Lucilla ietsjes eerder hebben opgehaald van het kinderdagverblijf. En daarna gaan we meteen door Luan ophalen. Maar we gaan nu dus het hartje van de baby horen. En ik ben over 2 dagen 25 weken zwanger. En dan zal ik van de week wel weer een keertje een goede zwangerschapsupdate geven. Waar ik hem weer wat vragen van jullie beantwoord. Dat vinden jullie altijd leuk. Maar nu gaan we eindelijk weer het hartje van de baby luisteren. Het is al tijd geleden, dus we hebben er heel erg zin in. Lucilla, mee babyhartje luisteren? Ja, Lucilla heeft een hele mooie vlecht in haar haren. Dat heeft een juffrouw daar gedaan, hè? Echt prachtig, Lucilla. Heel mooi. Mama doet het haar niet na, hoor. Ze is echt heel knap. Heel mooi. Mama heeft wel een spiegeltje in de tas. Mama heeft een spiegeltje in de tas. Ja, nee, kan je zo kijken. Kom eens. Zo. Zo. Zie je dat? Een beetje zo.
Mooi, hè? Als prinses. Nou, meisjes. Op naar de baby in de buik. Ga maar even spelen. Ja, die halen we zo. We hebben jou even eerder opgehaald, dat je mee kan. Ja, nou. Even lekker spelen. Eet dan nog maar even voor de baby in de buik. Een gezond. Appeltje? Ik hoef geen appeltje. Ja, voor ons. Nee. Oké, voor de vlog. En appeltje. Ja, papa eet het koesje. Ja, ook een lekker appeltje. Even gezond. Het zo. Nou meisjes, bon appetit. Nou, we zitten nog eventjes lekker in de wachtkamer te wachten. Ik zit hier een boekje te lezen. En papa die is hier aan het spelen met Lucilla. En wie is dit? Drie. Hoek. Probeer die daar eens aan. En wat is dit? De cirkel. En dan zijn we zo aan het. Dat is een grote meid, die eet zo van de appel. Laat eens kijken. Kan je van de appel zelf eten? Hoe bijt je een appel? Neem eens een hapje. Hoe deed je dat net? Ja, goed. Dat is jouw hapje. Hey, dus dan vind je het leuk dat je babyzusje in de buik weer even gaat horen? Ja. Wat zegt het hartje dan? Hattie die boem? Hattie die boem? Hattie die boem? Oh, gaan we nog even eten? Best mooi. Ja, net als school. We hebben haar iets eerder opgehaald. Oh. Zodat ze er leuk bij kan zijn. Ja. Ja. Voor 68. Is het hoog? Keurig, maar oké. Okay. Voor jou is het hoog. Ja, want eerst was het lager. Ja, dat is gewoon lager. Mama, baby. Ja, baby in de buik. Gaat snel. Bloeddruk is wat goed. Keurig. Mag ik komen liggen, meisje? Oh, hij luistert. Neem baby maar mee. Ga kijken bij mama. Kom. Ga kijken bij mama. Ga maar op het krukje staan. Zie je? Ik ben helemaal goed. Ga op het krukje staan. Denk ik, oeh, ja, zo. Ja. Boem. Die wil wel. Ja, boem. Een hele drukke dame. Ja. Maar die pakt kijk. Net boven de bovenrand van je navel. Ja. Netjes. Mooie bol. Ja. Zit daar de baby in? Baby? En weet je wat ik net voelde? Dat de baby aan het bewegen is. Dat is leuk. Je hebt inderdaad een strakke buik. Ja, hè? Ja, gestrakkeld. Ja. Gespannen. Je lijf vertelt het. Je geest vertelt het. Ja. Baby, ja, dat weet je hartstikke goed. Weet je nog welk knopje jij moet duwen? Oh, dat knopje moet je duwen. Nog ietsje harder. Ja, hartstikke goed. Nou, gaan we zoeken. Zoeken, zoeken. Waar de baby verstopt is. Ik doe dit wel, ik voel hem al. Ik voel haar. Schop, schop. Ja, dat is tegen de dingen. Ja. Oh, ze is het er niet mee eens. Ik voel het goed, joh. Wat gesprek. Ze is het niet mee eens. Denk, wat is dit voor de bedoeling? Ja. Doe maar even niet. Ja. Hoor je dat? Oh, ik voel het heel goed nu. Lekker. Nog binnen in mijn buik, zeg maar. Wat is dat? Keurig. Zo, wat kan de baby zusje hard schoppen? Zullen we maar niet straks bij jou moeten? Ja, het is heel druk. Ja. Ik word er s'nachts wakker van. Ja, dat snap ik. Ja. Ja, zeker als je niet zo diep slaapt. Ja. En dan niet meer in slaap komen. En wil je hem weer uitdoen? Weet je nog welk knopje? Doe maar. Nee, die. Dezezelfde weer. Heel goed. Wow. Jij moet altijd maar bij mij komen helpen. Ja. Ja, hè? Wij zitten weer in de auto. We gaan nu snel Luan ophalen. En jongens, gaat even wat dingetjes veranderen. Ja. Ja, ik weet niet. Ja, we gaan zeg even wat dingetjes het? Veranderen. Zeg jij het of zeg ik ja, het? Ja, tuurlijk. De verloskundige zei dat Farah iets meer rust moet gaan nemen. En jullie weten hoe betrokken Farah is in het reageren onder de video's met de interactie met jullie. Dat loopt nu op tot 500 tot 600 reacties per dag. En dat kan nu niet meer. De verloskundige heeft geconstateerd ook aan Farah's zwangere mooie buik dat er heel veel spanning en druk op zit. Dus long story short, tot de zwangerschapsverlof en dan daar nog na neem ik nu even de reacties over. We willen jullie begrip daarvoor vragen. En Farah neemt echt even internet stilte. Dat zij heeft alleen internet even aan als de vlog geëdit moet worden. Ze moet
moet echt even dat rustmomentje, ja, volgens babymeisje in de buik, indekken. Daarin blijven we ons best doen, elke dag een leuk, liefdevol, hoopvol, inspirerend vlogje voor jullie te maken. Dus wees daar niet bang voor. Maar de interactie onder de video's moet ik nu echt elke dag even gaan screenen. Ja. En de vlogs die worden iets minder lang, aangezien ik 's avonds ontzettend laat bezig ben met editen. En ik gewoon veel meer rust nodig heb. De vlog zit er nu op ongeveer 20 minuten. En ja, we hebben altijd... terug naar minimaal 10 minuten. 10 tot 15 minuten. Ze zullen iets minder content maken. En we hopen dat jullie hiervoor begrip hebben. Maar natuurlijk op dit moment is gewoon het allerbelangrijkste is natuurlijk de babybuik. En ja, ik wil gewoon wel natuurlijk dat de baby zo goed mogelijk heeft in de buik. En dat de bevalling en zo ook goed gaat. En als de baby er straks is, dan hebben we de YouTube Gathering Meet & Greet 2018. Dan is Zwaren echt weer helemaal lekker back on track met ons derde kindje in ons gezinnetje erbij. Dat we weer gewoon helemaal van ouds dat kunnen doen. Dus ja, dank jullie wel voor je begrip. En geniet van de dagelijkse vlog. Ja, we gaan nu snel Luan halen. Yes. Nou, en dan hebben we Luan ook weer. Hallo jongen. Hallo. Was het leuk op school? Ja. Goed, zo. Nou, we gaan lekker naar huis. En daar is Boesje. Daar is Luan weer. Weer lekker thuis. Nou jongens, wij zijn weer thuis. En ja, jullie hebben dat al een beetje gehoord in de auto. Ik wil niet zeggen dat de verloskundige me op mijn kop heeft gegeven. Maar ze is wel even streng voor me geweest. En dat is ook wel goed, want dat moet ik echt hebben. Want ik druk niet zelf op de rem namelijk. Dat moet blijkbaar iemand voor mij doen. Een buitenstaander. Die er zo verstand van heeft. Want ik moet echt rustiger aan van haar gaan doen. Ze zegt, je buik is ontzettend hard. Ik merk dat je buik heel erg gestrest is en hard is. En het voelt niet ontspannen aan. Je moet echt rustiger aan gaan doen. Je moet meer gaan slapen. Ik slaap heel slecht. Ik ben bijna iedere dag wel om 3 uur wakker. Ik slaap heel licht. Ik zit heel veel te piekeren in mijn hoofd. Ik denk heel veel na. Ik maak me heel snel druk. En dat sleept er blijkbaar gewoon bij in. Mijn lichaam kan op een gegeven moment niet meer aan. En ze zegt, je moet gewoon nu rust nemen om te voorkomen dat je te vroeg weeën gaat krijgen. En dat je kindje te vroeg wordt geboren. En toen ze dat zei... Ik moet niet... Sorry jongens, ik moet niet huilen. Ik wil niet huilen. Ik zit zo vol met hormonen, jongens, dat ik heel snel emotioneel ben. En ze zei echt, toen ze dat dus zei, van Farah, je moet rustig gaan doen. Want anders dan kan je kindje eerder geboren worden. En dat is natuurlijk nooit goed. Dat was voor mij een soort van knop. Sorry, jongens. Het is heel anders als dat je een baas hebt bij een werkgever. Dat doe je s'avonds om 6 uur bewijzen van de deur op slot. En dan ga je naar huis en dan ben je vrij. Maar wat wij doen, het dagelijks vloggen, dat is een leefstijl van ons geworden. En het is zo lastig. Jullie, ons YouTube kanaal, dit is ook een deel van ons leven en ons kindje. En we doen het zoveel met liefde en met passie. En het heeft zoveel zingeving dat ik het zo moeilijk vind om daar rustiger aan in te doen. En om daar gewoon dingetjes in los te laten. Voor mijn gevoel wil ik altijd het maximale doen. En als ik dat dan niet kan doen, dan vind ik dat soms heel moeilijk. En dan moet ik gewoon geconfronteerd worden met de gevolgen. Om dus echt mezelf streng toe te spreken en dus echt minder te gaan doen. Dus, wat Daniel ook aan de auto zei. Hij gaat de reacties overnemen. Ik doe iedere dag, kijk ik al jullie reacties na. Ik merk gewoon, we hebben zoveel lieve reacties. Maar ik merk ook dat minder leuke reacties, dat die mij gewoon te veel doen. Dat ik me die te veel persoonlijk aantrek. En dat ik te veel over ga piekeren. Terwijl het zo onredelijk is. Want jullie zijn zo lief. We begrijpen niet verkeerd. Maar... En het zijn ook zoveel reacties. We hebben ongeveer 1000 reacties op social media. Op Instagram. En op YouTube. Jullie zijn lief, ja. Op YouTube hebben we zoveel reacties die ik iedere dag doorkijk. En daar ben ik ook de hele tijd mee bezig. Hij zegt, Farah, dat ga jij niet meer doen. Dat ga ik nu doen. Dus als jullie antwoorden zien, dan is dat dus van Daniel. En ook dus, ik zit er niet meer uit, sorry. En ook de vlogs worden dus iets minder. Aangezien we ontzettend veel content maken op een dag. Minimaal 1 uur aan filmbeelden hebben we op een normale gemiddelde vlogdag.
Ik ben daar minimaal 2,5 uur mee bezig om het te editen. En dan moet het nog online staan. Dan moet er nog een thumbnail gemaakt worden. En dat soort dingen allemaal. Dat is allemaal best wel veel werk. En dat doen we 7 dagen in de week. Altijd met alle liefde. En het is voor mij straf om dat niet te doen eigenlijk. Maar het editen zou ik ook gewoon zeker blijven doen. Ik hoop nog steeds dat jullie ze heel erg leuk vinden. En dat doe ik ook uiteraard. Ik heb tenslotte wel een neusje. Sorry. Heel erg ons best voor. En ik hoop dat jullie het stukje ook waarderen. En ook heel erg begrijpen. De zwangerschap is natuurlijk prioriteit nummer 1. En daarvoor wil ik nu echt kiezen. Dat was het even jongens. Dat wilde ik even gezegd hebben. Nogmaals dankjewel voor al jullie liefde. Jullie zijn zo lief. Oh. Dikke kus voor jullie. En... dat wil ik even zeggen. Meer weet ik niet te zeggen. De kinderen zitten hier naast mij samen. Nog eventjes lekker televisie te kijken. Ik kan ook naast jou. Ja, die zitten allebei naast mij. En Daniel die is eventjes de honden uitlaten. En Daniel zei, schat, ik ga ook meer doen. Hij gaat vaker eten koken. Hij gaat vaker eten koken. Vaker macaroni. Vaker gebakken ei. Nee, geintje. Hij kookt misschien minder uitgebreid dan wat ik kook. Maar hij zegt, ik ga wat vaker eten koken. Ik moet... echt minder gaan tillen en minder gaan doen. En hij gaat me erbij helpen. En daar ben ik natuurlijk heel erg dankbaar voor. En ik moet gewoon wat vaker gaan chillen op de bank. Met een lekker boekje. Baby magazines lezen. En gewoon ontspannen. En kijk, hier zijn Woezel en Pip. En ik zie papa alweer op de bank. Ben je reacties in beantwoorden? Ja, en Luan een vlogje even. Is Lucilla naast mama komen zitten? Naast mama. Nou, we hebben vanavond een lekker, hoe heet het eigenlijk? Het is een Griekse taart of zo. Overschoteltje. Nee, het is een broodje, gehakt broodje dat je in de oven moet zetten. En dan is het klaar met bladerdeeg. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat smaakt. Aha, hey. Lekker. Een klein beetje lekker. Een beetje lekker, goed zo. We gaan de vlog afsluiten. Mama zit daar aan de tafel. Wat zeggen we op het einde van de video? Doei.